Een hele goede ochtend, middag, avond, nacht. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Maar welkom bij mijn piepshow Do It Yourself. Voor alle situaties waarin je alleen bent, maar toch de randjes op wil zoeken. Laat in de comments weten waar jij een Do It Yourself over wil zien. Vandaag ga ik je beter leren zoenen. In ons leven besteden we zo'n 2 weken non-stop aan zoenen. Dat is echt heel lang. Dat is echt crazy. Ik denk niet dat ik al aan die 2 weken zit. Ik vind zoenen namelijk wel leuk. Ik heb een beetje haat-liefde relatie met zoenen. Ik denk de allernaarste tongzoen die ik ooit heb meegemaakt, was er eentje met een guy die dan zo zijn lippen zo echt als een soort nunu, weet je wel, die stofzuiger van Teletubbies, zo helemaal over mijn mond heen deed, waardoor niet alleen mijn tong, maar ook mijn lippen zo in zijn mond zaten. En ik dacht, nu zijn we een soort van heel vreemd elkaars mond zo aan het openspreiden. Dat is heel vreemd. De wasmachine overigens is ook echt een no-go. Dat is, ja, dat kan ik je nou wel vertellen. Dat weet je waarschijnlijk zelf ook al wel. En daarbij vind ik zo heel, heel ingetogen zoenen, weet je wel, zo net niet het helemaal durven, ook niet fijn. Want je moet er eigenlijk volledig voor gaan. En daar ga ik je bij helpen. In 3 stappen maak ik van jou een zoenpro. Als ik het over zoenen heb, heb ik het over tongzoenen. Zoenen is natuurlijk veel meer, maar we hebben het nu over tongzoenen, want bij die tong gaat het nog wel eens fout. Ik had het al eerder over de wasmachine, de alombekende techniek die we volgens mij zo snel mogelijk willen vergeten. Mocht je hem ook meegemaakt hebben, het is geen aanrader. Maar wat is dan wel een goede tongtechniek? Er zijn veel variabelen. Je kan namelijk een hele harde tong hebben of een hele zachte tong, een platte tong, een lange tong, een kleine tong, een korte tong. Tongen kunnen eigenlijk van alles worden. Het is een soort barbapapa van je lijf. Alleen je moet even ontdekken, wie is mijn tong? Ik bijvoorbeeld heb een hele lange tong. Ik kan er best wel veel mee, maar dat is ook gevaarlijk, want daardoor wordt hij nog wel eens een beetje intens. Ik ga je namelijk laten zien wat er gebeurt als je je tong heel hard maakt en in iemands mond stopt. Dan boor je dus letterlijk een gat in een cupcake. Nou, dat is niet helemaal volgens mij de vibe waarvoor we willen gaan. Maar wat dan wel? Nu is het tijd dat jij ook een cupcake pakt, want we gaan een cupcake likken. Eerst eventjes normaal, zoals je dat normaal zou doen. Dat is gewoon heel soepel. En als je wat meer druk zet, dan wordt het al gelijk een beetje steviger. En dat is goed, want we willen er passie en kracht achter zetten. En zoals je ziet, krijg ik veel meer voor elkaar als ik net wat meer kracht zet in mijn tong, dan als ik er gewoon zo, zeg maar, de cupcake eroverheen haal. En dat moet je zelf een beetje aanvoelen. Je moet er ook een beetje mee spelen. Het kan van zacht naar hard gaan. En vind je het nou lastig om te bepalen wanneer je tong hard of zacht is, dan kan je altijd in je hoofd houden la 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 la. Wanneer je la 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 zegt, is je tong automatisch zacht. Anders kan je het hele la 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 gebeuren niet zeggen. Nou goed. Oh, lekker man, die tongtechnieken. Een veelgestelde vraag is, waar laat ik mijn handen tijdens het zoenen? Ik weet nog, toen ik voor de eerste keer zoende, is dat ik een soort Sims, a.k.a. Barbie pop was, die niet wist wat hij moest doen. Ik heb maar 1 goed antwoord op deze vraag en dat is gebruik je handen. Maar waar, vraag je dan af. Ik vind het dus heel erg chill als iemand met zijn handen, in dit geval mijn hoofd, vast heeft. Het voelt intiem, het voelt alsof je betrokken bent met elkaar en het is gelijk een goede tool om iemand een beetje te sturen en wat makkelijker en sneller in elkaars ritme te komen. Als je namelijk iemands hoofd een beetje kan meebewegen, dan zul je merken dat dat wat soepeler gaat. Dus die krijgt een groen vinkje. Dit geldt ook voor de nek. De nek kan je niet alleen vastpakken, maar ook zachtjes strelen en gebruiken als de eerste plek waar je begint in je seksuele voorspel. Dan vervolgen we onze weg naar beneden en komen we uit bij de borst. Hartstikke geil natuurlijk. En als je helemaal in elkaar opgaat in het moment, is het natuurlijk het eerste plekje waar je misschien wel aan wil zitten. Maar ik zou het niet aanraden om te doen tijdens het zoenen in bijvoorbeeld een kroeg, in een steeg, überhaupt ergens. Als je iemand voor het eerst eigenlijk ontmoet, is het een beetje vreemd om dat te doen. Dus deze krijgt een hartstikke dikke nee. Als je elkaar wat langer kent en wat meer vertrouwen hebt opgebouwd naar elkaar toe, dan is het natuurlijk een plekje die je zeker niet over mag slaan. Maar voor nu zeg ik, doen we niet. De onderrug daarentegen krijgt wel een vinkje. De onderrug is namelijk eigenlijk het
Dat was lastig. De onderrug is eigenlijk een beetje het vage vuur. Je wil naar de billen toe, je durft misschien nog niet, het mag misschien ook niet. Het is een spannend terrein en eigenlijk zijn er niet heel veel regels wat betreft de onderrug. En daarom vind ik de onderrug meer dan prima. Ja, je voelt hem al aankomen. Dit kruis is voor de billen. Ja. De billen zijn natuurlijk echte fucking vastgrijpers. Je wil je handen erin zetten, misschien je tanden wel. Maar laten we het voor nu even achterwegen, want het is wel een intiem plekje. Het is ook niet zo heel erg netjes om gelijk aan iemands billen te gaan zitten, terwijl je iemand net hebt ontmoet. En het geldt een beetje hetzelfde als bij de borst. Als je iemand wat langer kent en je bent wat meer intiem met elkaar op een privésfeer, dan kan dat natuurlijk 100%. Want laten we ook niet vergeten dat het leuk is om uit te stellen. Het kan juist leuk zijn om niet gelijk de billen erbij te pakken en die voor het laatst te bewaren, als de kers op de taart. Het laatste kruisje gaat naar het echte kruis. Het is namelijk niet de bedoeling dat je als een Donald Trump grabber by the pussy of grab him by the dick gelijk iemand in zijn kruis pakt. Dat is echt natuurlijk 10 bruggen te ver. Want wat heb je daar ook te zoeken als je aan het zoenen bent? Focus je nou maar eerst eventjes op je tong en op je handen voordat we daar bezig gaan. Dat is dat allemaal voor later. En dan nu, de troef der troeven. Lipbijten. Zelf vind ik lipbijten dus echt best wel leuk. Ik weet niet, ik voel me altijd een beetje zo Megan Fox of zo. I don't know. En ik denk ook dat dat heel erg geil kan zijn in de juiste zoensituatie. Maar je moet wel een beetje in de gaten houden hoe hard je bijt. Je wil natuurlijk niet iemand een hechting bezorgen. En daarom is het goed om te oefenen. Als je een beetje bij eigen lip probeert, dan voel je al wel hoe hard je kan gaan. En vergeet ook niet dat je met je tanden gewoon je vinger af kan bijten alsof het een wortel is. It's all in the mind. En daarom heb ik deze aardbeien hier. Want een aardbei is op zich best een zacht stuk fruit. Dus als ik deze door mijn tanden heen laat glijden en geen rekening hou met de aardbei, dan ziet dat er zo uit. Aardbei kapot! En wij willen niet dat de aardbei kapot gaat. Nee. Je pakt een aardbei en je laat hem minstens 10 keer door je tanden heen glijden zonder dat hij beschadigt. Dan weet je zeker dat je jezelf in toom kan houden. Dat ging gelijk al mis. Ik stoot hem al gelijk door de tanden aan. Oké, rustig Emma. Echt moeilijker dan je denkt hoor. Nou, ik heb hem niet beschadigd. Alle pitjes zitten er nog op. Dus dan ben je klaar om te lipbijten. Dit was hem dan. En ik wil jou bedanken dat je met mij hebt gepijpt, gebeft, je schama hebt geschoren, gezweet, je vaginale geurtjes de deur uit hebt gegooid, maar ook voor het eerst anaal hebt gedaan, gerimd, gepakt met een voorbinddildo in de auto, op de auto, in de Dixie. Je kan het zo gek niet bedenken, wij waren hier en het was awesome. Dus ik wil je heel erg bedanken, ik heb er heel erg van genoten. En dit is niet het einde. Ik kan je vertellen, dit was nog maar het begin. Spuiten en slikken is met jou. En wie weet de volgend seizoen. Ik hoop het wel. En daar ben je bij, toch? Achter het luik, in het luik. Misschien wel ergens anders. Ja. Jongens, zijn we nu klaar? Oh, dit is zo gek. Nou zeg.